Welkom bij Gouwestad Informatief. Vandaag ben ik niet op locatie, maar ontvang ik mijn gasten in de Gouwestad Studio. Na lang onderhandelen hebben we weer een college. Ze zijn vorige week geïnstalleerd, daarom ga ik in gesprek met twee wethouders, Rogier Tettero, die we al van de eerdere collegeperiode kennen, en nieuwkomer Michiel Bunnik. Welkom heren. Ja, daar zitten we dan. Ja. Ja, het zit lekker hoor. Het ziet goed. Ja. Nou, ik heb toevallig, we hebben de verdeling een beetje van de programma's heb ik gezien. En jullie trekken nogal erg veel samen op de komende periode. We hebben afgesproken, heren, dat we elkaar tutoyeren. Zeker. Michiel Bunnik, kun je je even voorstellen aan de kijkers thuis? Ja, zeker. Mijn naam is Michiel Bunnik, ik ben 44 jaar. Ik ben afgelopen donderdag aangetreden als wethouder. Ik kom vanuit het ondernemerschap, kom vanuit het bedrijfsleven. Ik was daar directeur. Wat kan ik verder vertellen? Ik heb kinderen. Ik woon in Gouda, in deze prachtige stad. Eigenlijk al mijn hele leven. Ik ben alleen even weg geweest naar Utrecht. Om te studeren en toch kort carrière te maken. Ja. En ben weer teruggekeerd met veel plezier. En nu mag ik dit doen. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. En welke portefeuille is de hoofdmoot eigenlijk? Ja, de hoofdmoot. Ik denk dat alle portefeuilles die ik heb, dat die belangrijk zijn. Ik denk dat mensen zullen zeggen, financiën is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Portefeuille financiën, maar ook economie, werkgelegenheid. En sport. SROI heb ik, Social Return on Investment. En ook bedrijfsvoering. Ja. Want in een aantal portefeuilles trekt u samen op met Rogier. Ja, in een aantal programma's treden we samen op. Versnelde woningbouw. Ja. Westergouwen. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is natuurlijk heel interessant. Ja, we gaan een aantal projecten samen doen, Michiel en ik. Eén daarvan is denk ik een hele belangrijke, waar we ook heel veel in campagnetijd eigenlijk alle partijen heel veel hebben op ingezet, hè, op extra woningbouw in deze stad. We zien dat er een groot behoefte is aan een eigen dak boven je hoofd. En dan bij voorkeur natuurlijk betaalbaar. En we hebben gezegd, laten we dan deze periode investeren in 200 extra sociale huurwoningen en 200 middeldure huurwoningen. Om in ieder geval het tekort aan woningen kleiner te maken. Ja. Want we zien wel dat als we dit uitzetten in de tijd, dan moeten we nog wel een tandje bijzetten. Maar je kan niet alles tegelijk. Dus een realistische inspanning is die in totaal 400 extra woningen naast de gewone opgave die we ook hebben. Ja, precies. Want die transformatie van bedrijven naar woningen, onder andere bij de Harderwijkweg, neem ik aan. Ja. En de blokkenlocatie. Ja. Die vallen daar ook onder? Of zijn die los van? Dat zijn op zich ook opgaves, hè, waarin je hele gebieden gaat transformeren van wat het nu is, bijvoorbeeld logistiek naar wonen of kantoor naar wonen. Dat zal in de tijd, denk ik, echt wel verder reiken dan deze bestuursperiode. Hè. Dat gaat wel meer jaren overheen. Ja. Maar dat zijn ook binnenstedelijke opgaves die we hebben. Naast Westergouwen, hè, waar we natuurlijk nog door willen bouwen. Daar moeten nog meer dan 3000 woningen gaan gebouwd worden. Maar we hebben berekend en we zien uitgezet in de tijd dat als we nou niet deze extra opgave gaan doen, dan komen we echt in de knel te zitten. Ja. Ik heb toevallig van de week de lijst helemaal gekregen waar jullie samen optrekken. Spoorzone Noord. Ja. Ook woningbouw. Dat zou kunnen, ja. Kan, ja. Ja. Die hele spoorzone, het is best nog wel een eind vanaf het station tot aan, laat maar zeggen, de snelweg, het Hamstergat. Ja. En daar er zijn nog wat kavels te verkrijgen. En er was ooit een heel masterplan. Dat is natuurlijk vanaf geweken. Ja. En nu kijk je gewoon, je gaat eigenlijk die gebiedsontwikkeling compleet maken. Sociale dienst. Ja. Die gaat helemaal op de schop. Een flinke, ook een hele flinke opgave. Deze, mijn tweede termijn zeg maar, is echt niet met de handen over elkaar zitten. Samen met Michiel. En waarom samen met Michiel? Michiel vanuit de financiële expertise mee kan kijken naar hoe zo'n afdeling beter georganiseerd zou kunnen worden. Vanuit de inhoud is het handig om samen met Michiel te sparren, omdat Michiel natuurlijk een hele ervaring heeft aan de andere kant, aan de werkgevers-ondernemerskant. Dat heb ik niet. Ik ben van huis uit kandidaat notaris. Dat is geen werkgever dus.
En omdat we zien dat bij de sociale dienst de match van het aantal vacatures op mensen die een uitkering genieten, is gewoon te laag. We scoren slecht. En als je dat wil vergroten, moet je ook weten wat er aan de kant van de werkgevers leeft. Nou, hoe kan dat nou beter dan iemand die daarin zijn, nou ja, soort zijn DNA heeft? Om samen daarmee, met mezelf die 4 jaar al verantwoordelijk is geweest voor de sociale dienst. En waarin we in die 4 jaar op hebben gehaald waar het spaak loopt. Ja, dan moeten we nu doorpakken. Hè. We moeten nu, wie A zegt, moet B zeggen. En daarom hebben we ook in het akkoord heel nadrukkelijk daar ook doelstellingen aan geformuleerd. Omdat we ook willen, en dat zou je kunnen zien als een soort, nou ja, de proef op de som nemen. Dat we 50 mensen per jaar die langdurig werkloos zijn, dat die uitstromen naar betaalde arbeid. En dat kan alleen maar als aan alle voorwaarden is voldaan van een goede sociale dienst. Nou, dat is een hele opgave. Ja, zeker. Bijna 1 per week. Ja. Ja, de kaartenbak moet leeg. Ja, we moeten die kaartenbak van die, zeg maar, die 1200 mensen ongeveer die daar altijd in zitten, daar moet je nu mee gaan beginnen. Ik bedoel, die zogenaamde flexibele schil, die redt zich ongeveer wel. Als we nu zien hoe de conjunctuur loopt, dan zie je ook dat die mensen achter elkaar uitstromen. Maar het gaat erom telkens die mensen die blijven zitten. Daar moet je werk van maken. Nou, dat is toch een hele opgave. Want sociaal domein trek je ook samen mee op met collega Corine Dijkstra. Ja. Dat heeft natuurlijk ook indirect weer mee te maken. Zeker. Het is allemaal in elkaar verweven. Ja, dat heeft weer te maken met als iemand bij het loket komt. Dan moeten we nu niet meer doen alsof iemand maar 1 vraag heeft. En dan misschien nee zeggen terwijl die misschien wel 10 vragen heeft. En als we ook het spectrum waar ik over ga, armoedebeleid, schuldhulpverlening, woningen, als we ook die vragen meteen kunnen stellen aan zo iemand, dan kunnen we die inwoner veel beter helpen dan dat we nu doen. Dus die integrale benadering van waar een inwoner een vraag over heeft, ja, daar moeten we samen in werken. En ook onze ambtenaren moeten daar, ja, hun schotjes die ze tussen hun hebben zitten, moeten ze slechten. Omdat je anders krijg je nooit die optimale benadering van je inwoner. En dan sturen we een interne procedure eigenlijk. Ja, maar wel heel erg extern gericht. Omdat we uiteindelijk die service voor die inwoner willen optimaliseren. Het kan niet meer zo zijn dat als iemand komt vragen voor een uitkering en wij toetsen SEC die uitkering. Nou, daar heeft u geen recht op, gaat u maar weer weg. Terwijl we misschien nog 20 vragen hadden kunnen stellen. En dan horen dat zo iemand ook met huisuitzetting wordt bedreigd. En misschien al problematische schulden heeft. En daar moet je wat mee, want het wordt anders alleen maar erger. En Michiel, jij gaat boeren bij bedrijven, begrijp ik? Uiteraard, ja. Ik heb die ambitie wel. Kijk, ja. ik heb de afgelopen jaren veel ook buiten Gouda genetwerkt. Ja. En ja, ik vind het natuurlijk net, Jan deed dat ook, kijken of we ook bedrijven van buiten kunnen verleiden om naar Gouda te komen. Ik denk dat dat zeer welkom is. Ja, dat is ook een uitdaging, denk ik. Ja, dus daarom ook, het is goed om die koppeling te maken door het sociale domein ook echt te koppelen aan werkgelegenheid. Ja. Dus ook echt die banen te gaan organiseren. En dat is niet makkelijk. Maar als je al in staat zou zijn om een paar mooie bedrijven weer naar Gouda te krijgen, die ook een aanvulling zijn op het bestaande bestand, die ook samen weer dingen kunnen gaan doen, zou ik echt een droom vinden. Ja. En daar wil ik voor gaan. Heb je nog ambitie? Nou, uiteraard genoeg. Ja, nee, wat natuurlijk nu onze ambitie wel is, is in deze komende 4 jaar naast die investeringen goed op de financiële huishouding te letten. Ja. En daar ben ik van. Onder het schuldenplafond blijven. Onder andere. En, maar ook vooral. We hadden het net al even over, kijk eens over de grenzen van je eigen kunnen heen. Ook binnen de interne organisatie. Maar ook samen met die bewoners afspraken te gaan maken. Kunnen we dingen met elkaar gaan doen? Kunnen we het slimmer? Kunnen we slimmer werken? Dat zijn wel ambities die volgens mij ook ertoe bijdragen dat je op een gegeven moment besparingen gaat realiseren. En ook meer toekomstbestendig en veel meer draagvlak gaat krijgen om dingen uit te voeren. Ja, we hebben nog natuurlijk een uitdaging van het gas af. Ja, dat is ook geen gemakkelijke opgave. Nee. Vandaag natuurlijk ook weer gezien dat als je niet oppast, gaan mensen 75% meer kosten hebben vanwege de belasting op gas. En ja, dan moet het zo zijn dat de energienota per saldo toch voordeliger wordt. Hè. Dus dat is echt een rekensom gaat dat worden, een puzzel.
We zien ook dat we 33.000 woningen ongeveer hebben in Gouda. Die we dan binnen nu en 2040 van het gas af zouden moeten hebben. Ook geen eenvoudige opgave. Nou, we hebben gezegd, 2025 mikken we op de eerste buurt van het gas af. Nou, dat betekent dat we... Dat is een enorm ambitieuze doelstelling. Maar we gaan het wel doen, we gaan ermee beginnen. We gaan samenwerken met eigenaren, we gaan samenwerken met woningcorporaties. Welke wijken waren we? Volkenbuurt? Ja, we hebben ze nog niet benoemd. Nee, we hebben ze nog niet benoemd. We moeten in kaart brengen. Ideeën. Ja, dat zouden ongeveer dat soort woningen kunnen zijn. Ja. Hè? Maar we moeten eerst in kaart brengen waar het, nou, het meest waarschijnlijke resultaat zullen boeken op 2025. Kan best zijn dat je ziet, nou ja, een hele wijk lukt niet, maar een buurt kan wel. Hè? Dus we blijven in ieder geval inzetten op die doelstelling. Want ja, je zult toch een keer moeten. Ja. En wat natuurlijk ook helpt is dat we vanaf nu, alles wat in Westergouwen nog wordt gebouwd, alles wat overal in de stad nog nieuw wordt gebouwd, is meteen gasloos. Ja, ja. Nou heren, een hele grote opgave de komende 4 jaar. Zeker. Ja, maar we hebben er wel zin in. We hebben er zin in, toch? Ja, ja. Ik wens heel veel succes. Ja, dankjewel. Dank voor dit interview. Ja. Heren, dank voor uw komst. U thuis bedankt voor het kijken. Dit was Gouwestad Informatief. Wilt u deze of eerdere uitzendingen in HD terugkijken? Ga dan naar onze website gouwestad.nl en kies onder optie uitzending gemist voor Gouwestad Informatief. Of kijk nog eens naar een van onze andere reportages op Gouwestad Actueel. Graag tot ziens.